vind deze gewoon het engst of zo. Wie verzint deze opdracht? Ik ben een hele grote jongen natuurlijk. En ruimtes zijn voor mij al snel klein. Bijna alle dingen die ze ooit hadden willen doen, hebben ze al gedaan. Vorig seizoen hebben de gierige gasten een lijst afgewerkt van dingen die ze absoluut niet willen doen voor ze sterven. Wat is er met hem aan de hand? Opschieten. Ah, hozer! En dit jaar is er weer zo'n lijst. Vorige week was Martijn de Klos en kreeg de beschamende hoofdrol in de door Niels en Joost verzonnen commercial. Kun je me alsjeblieft gaan vertellen wat ik aan het doen ben? Per aflevering is er één iemand de lul die uitgeloot zal worden door een trouwe kijker. De andere twee, die lachen toe. Dit is de Anti-Bucketlist. Heren, welkom. Martijn, ken ik jou niet ergens van? Zou kunnen. Vandaag gaat er weer een opdracht gebeuren. Niels, heb jij er vertrouwen Niels? In? Ja. Je wordt het. Ja. Einde. Nee, ik heb een voorkeur voor Joost. Oh, waarom? Nou ja, die is pas één keer getrokken, toch? Maar Martijn ook. Ja, maar toch liever Joost. Vers. Ja, liever Joost. Okay. Ik ben heel benieuwd wat de opdracht is. Ik ga de tape erin doen. Sommigen hebben nu eenmaal bepaalde fouten begaan. En anderen hebben er nooit voor gekozen. Maar één ding is zeker. Opgesloten zitten is voor iedereen, mentaal en fysiek, een ongelooflijk zware beproeving. Daarom zal in de anti-bucketlist van deze week één van jullie een dag lang opgesloten moeten zitten. En de andere twee mogen de omstandigheden bepalen. No, God, please, no! No! Ja, opgesloten is natuurlijk nooit leuk. Opgesloten zitten. Wie verzint deze opdracht? Ik vind deze gewoon het engst of zo, want dat is gewoon oprecht ook een angst voor mij. Dus daar heb ik zelf iets minder last van. Ja, ik ben een hele grote jongen natuurlijk. En ruimte is voor mij al snel klein. Ik hoop echt dat, dat Joost dit gaat doen. Dat hij dan zeg maar net niet past en dat hij dan de hele dag een beetje vastzit. Dit zou nog wel eens dramatisch kunnen worden, ja. Hey, ja, is er iemand claustrofobisch? Dat is Martijn. Ja? Niet een beetje. Want waar heb jij moeite mee? Gewoon het idee dat ik ergens dan niet meer uit kan. Gaat dus precies dan? Dit. Ja, ga je dan huilen? Nee, ik ga niet huilen, maar er zullen wel een paar paniekaanvalletjes aan te pas komen, ja. En jij, Niels? Nou, ik ben niet zo claustrofobisch als Martijn. Maar desalniettemin hoef ik hem niet heel graag te loten. Nou ja, laten we dan hopen op Martijn, hè? Nou zeg, hallo! Dat is een duidelijke taal. We gaan beginnen met de loting. En zoals elke week hebben we een trouwe kijker. En dit keer is dit Niels. Nee, dat meen je niet! Ja. Niels! Ja. Ik wist dat wel dat jij... Niels, hoor maar bij! Ik wist wel dat jij keek. Ik ga het doen! Ja, alsjeblieft. Ik mag het doen! Nou, laat me raden! We hebben nog een Niels. Kijk eens, de knappere versie. Ja. Welkom! Dankjewel. Goed dat je er bent. Opgesloten zitten. Heb jij dat wel eens gehad? Ja, vroeger. Door mijn broer. Door je broer? Ja. Schellige broer. 27 jaar lang, of niet? Boerderij. Nee, dat is het naarste wat ik vind ook. Aan jou de eer. Alsjeblieft. Daar gaan we. Daar gaan we, inderdaad. Ja, wordt dat hem? Ja, dit wordt hem. Okay, kijk, blij zijn. Oh, alsjeblieft. Zeker? Geen weg meer terug. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zeg het maar. Zie je hem? Ik zie hem. Martijn. Lekker voor yes. je. Lekker voor je. Yes. Hoe dan? Ja. Hoe dan? Lekker, jongen. Terecht. Ik wil eigenlijk wel even die balletje checken. Ja, check jij het even. Het is wel heel verdacht dat ik degene die claustrofobisch ben, nu in één keer uit het balletje komt. Hij probeert echt onuit. Ja, en er staat echt Joost. Godverdomme. Spaar me alsjeblieft. zeg jij het? Even kijken. Nee, ga ik niet doen. Ja, dit is oprecht een angst voor mij. Dit is echt een soort van een nachtmerrie. Ja, ik heb niet echt een keuze, want als ik vast zit, zit ik vast. En als ik er niet uit kan, dan kan ik er niet uit. Dus dan is het echt aan de jongens, laat ze me dan zitten, terwijl ik daar in een half psychose beland, weet ik veel.
Ik zag hem net even lopen en hij zat echt met zulke doppen van... Oh nee, dit vind ik echt niet leuk. Dit vind ik echt niet leuk. Waarom lachen we? Ja, omdat het grappig is. Ja. Wij gaan hier wel veel lol aan beleven, denk ik. Dat denk ik ook. En de rest van Nederland ook. Opgesloten zitten. Nou leek het ons een hartstikke leuk idee om Martijn ergens op te sluiten in een dierentuin. Ja. Alleen er is geen enkele dierentuin die in Nederland hieraan wil meewerken. Want ik snap dat ook wel. Niemand wil Martijn hebben. Het is een ontembaar beest. Ja, maar gelukkig is er wel een dierenasiel die Martijn wel welkom wil heten. Dus daarom hebben we gekozen om Martijn vandaag op te sluiten in een dierenasiel. Ja, en daarvoor hebben we natuurlijk wel even eerst wat leuke dierenspeeltjes nodig. Dus die gaan we nu kopen hier bij de dierenwinkel. Goedemorgen. Wij hebben heel veel leuke spulgoed nodig voor ons zeldzame dier Martijn. Ik heb hier een bot in mijn hand, die willen we sowieso, denk ik. Ja, zeker. Maar en, we hebben nog veel meer nodig. Denk aan hoepels, balletjes waar hij mee kan spelen. Ja, hoe groot is hij? Wat voor holsomvang? Ja, het is wel een flinke jongen. Wie verzint het, joh? Dit kipsoezen nodig bij. Rubberen dingen. Kokkeringen voor dieren. Is dit voor dierenwinkel? Joost, even één ding. Martijn vindt dit wel echt heel, 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 heel naar, hè? Ja, hij is heel erg claustrofobisch. Ja. En daar houden we vandaag gewoon geen rekening mee. Nee. Nee. Want het is de anti-bucketlist. We gaan het nog even net iets nader voor hem maken. We hebben hier lijm, we hebben hier een paar kwasten. En ik heb hier echt een vuilniszak vol met wol. Ja, dus we gaan vandaag van Martijn een of ander wol geschapen dier maken. Ja, een schaapman. Laten we aanbellen. Waarom ben ik zo vrolijk vandaag? Ja, het is een leuke dag. Ik heb dit dus ook één keer gedaan. Hè. Dit is echt, echt heel kut. Daar was jij bij. Dan kijken we nu even snel naar terug. Ik ben geen hond. Ik ben fucking Donkey Kong. Oh ja. Dag lieve Martijn. Hallo. Dag lieve Martijn. Goedemorgen. Als jullie me in die zak gaan stoppen? We gaan je niet in die zak stoppen. Nee. Oké. Oh man. Wat heeft dit met mijn opsluiting te maken? Dit is jouw vacht. Mijn vacht? Ja. Ja. Jij wordt natuurlijk opgesloten vandaag. Ja, als schaap. Als een dier. Wij hebben ook plaksel bij ons. Ja, rot op, gast. Ja. Dus ga je op mijn lichaam plakken. Wat lijm op je lichaam. Dus jullie dachten, zeg maar, mijn allereerste nachtmerrie was niet genoeg. Jullie gaan me ook nog onder de lijm gooien, zodat het nog benauwder wordt. En daarna nog een vacht over me heen. Hoe bedoel je? Shirt uit. Je bent opgesloten, gast. Je kan er niet uit. We hebben ook een hele leuke invulling voor je bedacht, Martijn. En ik denk echt wel dat je ook een aantal momenten deze dag gaat genieten. Als ik jullie ken, dan weet ik dat dat niet zo is. Ja, ik denk wel, hè. Nou, dan jij bent aangekleed. Dan kunnen wij beginnen met het lijmen. Ik zou dit misschien buiten doen, ja? Ja, weet ik veel. Kom. Je ziet er wel echt uit als een schaatser, moet ik zeggen. Toch? Nou, kom maar. Hey, hey, ja, je hebt kleding aan. Bek dicht. Af. Dit gaat hartstikke goed. Ja. Hop. Zo. Kijk, ik pak het van af. Loopt iets te veel. Juist. Even de bek dicht. Gast, dit zit aan mijn lichaam gelijmd. Yes. Snap je wat lijm doet? Ah, gozer, mijn ballen prikken. Goed zo. Nee, dat is die lijm, ouwe. Dat is niet goed. Dat zijn die luizen. Jongens, we kunnen even heel veel aandacht. Er zit lijm op mijn bal, zo gast. Dat zijn schaamluizen. Nee, dat is nog van vorige week. Het brandt. Blijf nou staan, man! Ja, gast. Doe je arm eens wijd. Het is koud, Joost. Als jij zo irritant blijft doen, dan duurt de dag alleen maar langer. Dus ik kom niet vrij met goed gedrag, guys. Sure. Ik ben al niet eens opgesloten en ik ben er nu echt al heel erg klaar mee. Ik heb het idee dat ik geen kant op kan, aangezien ik vast ben gelijmd. Dat is een hele andere manier van opsluiten. Misschien hadden we dit niet moeten op doen. Locatie niet moeten doen. Hij moet nu nog in de auto. Ja, hier zijn echt Mongolen. Oh, misschien hebben we daar wel een oplossing voor. Wat de fuck is die lach? We kunnen Martijn meenemen naar dierenasiel. Nu begint ook echt de opsluiting. We gaan hem namelijk transporteren in een dierentransportbusje. Ik zou het heel naar vinden als ik de hele dag met dit weer buiten moet gaan zitten. Je mag... Ik kan denken dat ik het heel warm heb met deze vacht, maar dat is alles behalve. Ik heb het echt koud. Maar dat is ook omdat de lijm nog aan het drogen is misschien. Maar ik heb ook niet het idee dat dat heel veel verschil gaat maken. Ik vind dat Martijn, en dan spreek ik uit ervaring, zich een beetje aanstelt met het wol plakken. Ja. Nou deed ik het in de zomer, is nu winter. Maar goed, hij heeft kleding eronder. Nou, jij jankt er ook wel, maar ja, zo ben jij. En Martijn, die... Echte klasse. Martijn, die jankt nog meer. Dus ja.
Nou, schapie, schapie. We hebben een speciale bus geregeld. Die is speciaal voor een diersoort zoals jij. En vandaar gaan we naar de locatie. Ja. Oké, kan ik nog terug? Nee. Ja. Op rot hoor. Aanschouw jouw transport. Nee, jongens, kom op, alsjeblieft. Ik kan er niet eens in bewegen. Je moet goed ademhalen. Je moet goed ademhalen. Wij zitten erbij. Ik ga hier niet in, Niels. Wij zitten erbij. Ik ga hier niet in. Het is doorzichtig, hè? Het is, ja, het is je kan gewoon kijken. Zie je, maar kijk hoe klein het is. Ik kan geen kant op, ouwe. Ziet als een pleister. Zo snel mogelijk vanaf. Kunnen naar de locatie toe, krijg je een iets groter record. Ja. Het kan hier echt heel veel kleiner dan dit. Misschien moet je met vier pootjes erin. We hebben echt geen geweten, hè? Oh, maar kom maar, jongen. Zit. Ja, hij kan niet bewegen. Zit. Fucking lijm, gast. Ja, vervelend. Ik moet ik echt doorheen. Ik kan toch niet bewegen, ouwe? Ik had dat ook. Joost heeft alles verzonnen voor deze aflevering. Ik zei de hele tijd van nee, moeten we echt niet doen. Ze zijn veel te klein. En Joost die vulde het alleen maar van ja, wel, gaan we wel doen. Dus ik heb jou geholpen. Gast. Goed zo. Goed zo. Zo. Oké. Het is toch prima dat hij dicht is, maar dan ook voor mijn gevoel. Jij mag. Voor mijn gevoel dat ik hem open kan krijgen. Ja. Nou, volgens mij kunnen we naar locatie. Ik kan echt huilen. Nou, tot zo jongens. Joep! Mag ik even aaien? Auw! En we geen melk hoor. Blijf van me af. Ik aaien. Gast, blijf van me af. Gast, je bent een dier. Je bent een klein beestje. Ja, daarom aai ik je. Nee, blijf van me af. Holy shit. Fucking zo. Nee, ik vind het echt zielig voor je. Zo ging hij zo lekker de eerste vier afleveringen. Help! Help! Ik zit vast! Ik was lekker even mijn pootjes te strekken, man. Doe eens wat! Hey dier, doe eens wat! Je bent opgesloten in een kooi. Je kan geen kant op. Hey! Zo! Martijn? Het was een ritje, een pittig ritje. Het was een pittig ritje. Jij moet nog heel even blijven zitten. Ik ga me hier alleen laten. Ja. Heel even. Doei. Zie je zo. Ik haal me hier zo snel mogelijk uit, alsjeblieft. Oké. Doei. Het is best wel mensonterend dit. Ik voel me... Ja. Ik voel me echt een beest. Het is echt heel denigerend. Ik ga het wel weer uitzitten, maar ik sta echt al een paar keer op het punt om te zeggen wat de fuck ben ik aan het doen. Ik ga lekker naar huis en stik er maar lekker in. Want serieus, wat de fuck ben ik aan het doen? Jij werkt hier bij dierenasiel. Klopt. Wij hebben Martijn achter in de bus zitten. Of hij hier opgevangen kan worden. Ja, wij zijn uiteindelijk op opvang voor dieren zonder huis. Zouden wij even kunnen kijken naar een verblijf hier? Zeker. Ja. Deze kennels, ja. Gaan die ook nog naar buiten als hij wil. Dus alle hokken hebben een binnen- en een buitenverblijf. Oh, niet echt mensonterend. Ja, je kan er zeker niet staan. Zo hard naar hondenpis. Heel even eerlijk. Niet normaal. Ja, hij kan er wel in staan. Hij kan er wel in staan, maar goed. Ja, ik ben al even bezig met versieren. Ah, dat is van Martijn. Doe je heel goed. Je hebt een leuk bord in het zien. Ja, kunnen we hier opplakken? Ja, sluit je goed toch? Zoiets? Kijk eens. Ja, joh. Later, Joost. Ja, later, hè. Hey Martijn. Je gaat uit deze kooi. Is het wel uiteraard belangrijk dat je goed aan het lijntje wordt gehouden? Ik ga mijn fucking halsband omdoen. Ja. Komt u maar. Ik zie iedereen hier ook van het dierenasiel ja knikken. Het is een verplichting, je mag hier niet loslopen. Komt u maar. Ja, kom dan, begon. Er zijn nieuwe spelregels. Vanaf nu loop je alleen nog maar op vier poten. En het geluid wat jij maakt is... Jij verwacht dat ik hier op mijn fucking knieën op het asfalt ga lopen? Ja, wat dan? Grappies, ouwe, ik zit onder de lijm. Ik heb ijskoud. Ik zit al 3 uur in deze kankerkooi. Je verwacht nu dat ik aan een fucking lijntje
hier over het asfalt gaat lopen. Ik zweer het je, denk dat ik gek ben. Wat begrijp je? Stik er lekker in. Ik loop gewoon normaal naar mijn kooi. Ja, stik er in. Ik ben er echt klaar mee. Ik heb ook een sparkentje rond moeten lopen. Ja, jij bent Jack naar huis gegaan. Hoe is dat afgelopen? Ja, maar jij hebt het nog niet eens geprobeerd, mijn godje. Ah. Ga het eerst proberen. Mijn bek, man. Zo goed, dit is echt zwaar, mensen. Ah, goos. Ik zit gewoon vastgeluimd in deze houding. Maak je grap. Hoe bedoel je? Jullie hebben lijm over mij heen. Ja, dat snap ik. Maar je moet... Dat is vastgeluimd. Ik zit vastgeluimd. Ik kan deze kooi niet uitkomen. Ik kan probeer. Bewegen. Ja, maar je moet er toch uit, Martijn. We zijn wel een beetje. Dus ik weet wel leuk. Waar zit het? Als je met mij bent, dan ga je me hier niet als een fucking idioot op vier fucking poten over het asfalt laten. Nogmaals. Je liet mij in een fucking onderbroek staan voor mannen die aan het rukken waren. Oh my god. Ja, nee, optief. Ja. Hoe meer je opschiet, hoe sneller we er klaar mee zijn. Help me dan. Ja. Auw. Hi mensen. Je bent er weer. Gelukkig. Jammer. Ja. Wat strak. Ah. Hé, maar vier pootjes, Martijn. Vier pootjes. Ja, gast. Kom. Hup. Voort. Je bent van ons af als je een nieuwe hok zit. Heel goed, ga door. Kom maar. Ja, volg maar. Ik krijg niet volg een baasje maar. Zo niet genoeg voor betaald. Kom maar. Ja, dat is stik wat echt is. Martijn, welkom in het allergezelligste dierenasiel van Amsterdam. Jullie gaan me niet bij die pitbull zetten. Komt u maar, zijn ja. Veel plezier. Dit is hem. Nee, rot op. Nee, ja, nee, wel. Je gaat hierin. Je gaat hierin. Auw, auw, auw. Hey, wat vind je? Wat vind je? Wat vind je van? Wat vind je van? Wat vind je van de gaten van de kooi? Af! Af! Gasten! Jawel. Waar is mijn kooi? Nee, we hebben een pitbull, kom! Ja. Oh nee. Het is. Dit die kooitje? Ja, nieuw hondenkooi. Wat een. Ja, flikker op! Dit zijn je buurmannen? Ja, die zijn best lief. Nee. Dit is. Dit is jouw hok. Dit is jouw hokkie. Voorzien van al het gemak. Hup. Hij eet alleen maar bananen. Ja. Hij loopt op vier poten. Hij reageert op de commando's zit en rol over. Net als een hond. Dat gaan we even checken. Zit. 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 Heel goed. Heel goed. Mocht je even gewoon naar buiten willen, dat kan. Gewoon even door dat luik heen. Want, ja. Maar dan kunnen we gewoon bij mij hier naar binnen komen. Ja, dat klopt. Deze, ja, dat kunnen wij doen. Ja? Hey, lieve Martijn. Ja, nee, misschien is het leuk om ook even je buren te leren kennen. Joost! Jawel, het zijn hartstikke lieve beesten. Het is hartstikke lieve hond. Hey, 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 hey. Nee, Martijn. Hey, het is leuk. Even gedacht tegen je buren. Ja, dit is toch... Nou, die is er klaar mee. Dat is gezellig. Succes met je anti-bugblitz, ik zeg chill me even. We zien je zo weer. Doei doei. Joe. Jezus Christus. Wat de fuck is dit, joh? Dit is ontzettend vernederend. Zo voel ik me. Ik ben gewoon alleen maar aan het denken, vanavond lig ik in mijn bed, vanavond lig ik in mijn bed, vanavond lig ik in mijn bed. Geen idee tot hoe lang ze hem hier gaan laten zitten, maar vanavond lig ik in mijn bed. Kan je nog wat eten? Ja, we mogen hem gaan voeren. Voor de tijd. Bananas in pyjama's. Hey, ja, hij eet alleen maar bananen toch? Dus we hebben echt... Tering veel bananen. Ik zie bij de apen wordt het echt naar ze toe gesmeten. Echt hard gewoon, tegen hun hoofd en zo. Dus ja, volgens mij moet dat of zo. Ach, lieve Martijn, voedertijd! En laat het nou net je favoriete gerecht zijn. Banana! Hier, banaantje. Hier. Honden, vis en hondenkak. Het is leuk geweest. Banaantjes. Wil je ook nog een beetje spelen? Pak nog een tennisbal, daar kun je ook mee spelen. Wil je frisbier?
Oh, sorry. Gozer. Ga spelen dan. Als je iets wil hebben, dan moet je even heel hard blaggen. Leg dit gewoon hier neer. Dan kun je je niet vervelen. Oké. Tot zo. Er worden dingen naar mijn hoofd gegooid. Ik word opgesloten, ik zit onder de lijm. Wordt aan een halsband meegesleurd. Tuurlijk, het is ook bij Niels gebeurd en het was ook heftig. Dan heb ik op een gegeven moment ook een lijn getrokken. Maar toen was het iemand die dat bij hem deed. En nu zijn het Joost en Niels die dat bij jou doen. En daar kan je sowieso minder van hebben. Dus ik zit echt mezelf te forceren om hier in dit stinkhok te blijven zitten. Ja, het komt goed, schat. Heeft hij het een beetje goed? Nee. Oh. Nee, hij heeft het heel zwaar. Hij heeft het op dit moment heel zwaar. Sorry. Oké, we worden heel even onderbroken. Ja. Omdat Martijn het echt even niet meer trekt. Oké, change of plans. Maat. Wil hij uit? Hoi. Drink. Ik zit in een hok, in een stinkhok, met lijm over me heen. Ja, er zit shit naar me toe te gooien. Ik kan het gewoon niet meer goed praten. Okay. Voor mezelf. Daar heb ik moeite mee nu. Maar ik weet niet wat jullie allemaal in petto hebben. Maar als jullie de hele dag shit naar me gaan gooien, dan ben ik er klaar mee. We hebben nog één onderdeel in het hok. Daarna gaan we uit het hok. Dus je zit niet heel lang meer in het hok. Nou, laat het draaien. Ja? Martijn die zit er helemaal doorheen. Die is er gewoon helemaal klaar mee. Is ook behoorlijk boos op ons, geloof ik. Hij heeft zijn kookpunt bereikt. Ja. Het is mensonterend. Ja. Het is het echt. Maar dit is dus wat de anti-bucklist af en toe met je kan doen. De ene opdracht kom je door en de andere dat gaat gewoon te ver voor je. Ging het eten gooien te ver? Heel eerlijk, hij begon. Dat is erg. Ik weet dat wij het opgooiden, maar hij begon. Want jij deed dat uit het banaantje dat je begon. Hij pakte het en gooide het tegen mij aan. Ja, precies. Het was zo, okay, dan kan je het krijgen ook. Kleine verrassing. Het is namelijk een beetje zielig als een beestje alleen opgesloten zit natuurlijk. Dus we brengen een ander beest bij hem naar binnen, zodat hij niet eenzaam is. En Martijn heeft ook last van vlooien, lastig op het bord, dus misschien kan hij ook een beetje aan het vlooien. Dat is een beetje het beestenvriendje van de show. Ja. Ja, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Heel eerlijk, André die zit gewoon achter zijn auto nu. Waar is André nou? Zou die misschien komen als je hem roept? Daar is André! Die. André! Als jij ons even tuk. Ja. Wacht, dus je gewoon kwijt is. Ja, goed. Kun jij zo snel mogelijk omkleden? Want Martijn is er al behoorlijk klaar mee. Is hij er klaar mee? Ja, hij is er ook echt klaar mee. Dan moeten we wel heel snel doen. Ja. En Martijn heeft een beetje last van vlooien, dus je mag hem ook een beetje ontvlooien. We gaan er horen. Vooral grommen. Vooral grommen. Juist. Ja. Het is toch absurd? Pronk is gek, hè? Ja, Pronk is een malle. Oké. Martijn, aangezien jij nou wat gezelschap kan gebruiken, hebben we een gorilla voor je. Ga me ontvlooien. Hij is hem gewoon klaar aan de plek. Ja, hij is hem gewoon klaar. Ontvlooien aan de plek. Maar rustig, er zit lijm aan. Oké, het is goed. André. Het is goed. Gorilla, kom maar even mee. Heel goed. Ik weet het niet. Wat de fuck is hier gebeurd? Jullie zijn niet goed eigenlijk.
blijf zitten. Kom. Een keer al succes, hè? Ja, ik moet even verwerken wat hier zes gebeurd is. En ik wil eens kooi uit. Aangezien Martijn niet in de dierentuin terecht kon en je in een asiel geen dierenshow geeft, hebben we daarom speciaal Martijns beestenboel geregeld. Oftewel... We gaan ook nog even een showtje doen. Ja. Dus Martijn gaat even door een hoepeltje heen. Volgens mij komen er allemaal mensen. Ja, er is publiek. Go Martijn! Ja, ik zit helemaal voor me. Ik ook. Ja. Martijns beestenboel staat er helemaal klaar voor. Ja, het is tijd voor de grote show. Ja, alleen Martijn even ophalen. Nou, Martijn, ben je klaar voor het laatste onderdeel? Kom je uit de kooi bevrijden. Dus de kooi is nu klaar. Ja, sorry. Hoe gaat het? Ja, ik spreek het heel slecht. Ik merk dat mijn huid wordt kapot getrokken. Oh, dat lijm, dat... Tering. Ja, ik moet je zeggen... brandwonden, gek. Ja, ik heb die sleutel niet. Is het pijn? Ja, het is geen prettig gevoel. Nou, het kooi gedeelte is voorbij. Maar, wat we hadden gedacht is, dat je een klein showtje moest opvoeren in je eigen Martijns beestenboel. Ja. Maar goed, als je zegt dat kleine bewegingen al zo ontzettend veel pijn doet, dan denk ik niet dat je dat kan. Nou, het is gewoon een heel naar gevoel dat ik oprecht ook mijn vel kapot aan het trekken ben. Ja, en dat gaat wel voor je gezondheid. Ja, ik ben het ermee eens, want ik ga niet lachen om iemand die... pijn echt lijdt. Nou ja, tegen kijk, in. Als iemand zegt, ja, ik heb een beetje pijn, alarm, maar ik zie gewoon brandwonden. Dit wordt gewoon lelijk op je huid. Dat moet je niet doen. Ik heb het weer goed verneukt. Nee. Jullie kennen het, hè? Ik ben met liefde de hoepels. Oh! Fucking veel zin in. Pas op wat je zegt. Ik heb het soort van volgehouden. Ja, ik heb wel echt op het punt staan om mezelf een eind aan te breien. Hier baal ik ook erg van. En niet dat hij het niet kan doen, maar meer van dat hij oprecht fysieke klachten heeft. Mijn lichaam is gewoon een beetje aan het zichzelf aan het kapot trekken voor die dode lijm. Ja, we kunnen nu niet zeg maar gaan lachen als hij door een hoepeltje springt terwijl stukken vel wegscheurt. Ja, ik ga het liefst nu lekker in bad en hoop dat de schade een beetje beperkt blijft. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe anti-bucketlist. En misschien is dan even Monster weer op nul. Of weer Martijn. Bedankt voor het kijken en like het voor de aflevering. Ja? Later. Wat een fucking leuk programma. Tot volgende week.